Mmm, lekker taart. Ja, niet met dit weer. Nee hè. Android 9.0 Pie, appeltaart. Gisteravond kwam die opeens online en daar waren wij niet helemaal voorbereid. Nee, dat klopt, want ik was eigenlijk aan het controleren op de beveiligingsupdate die elke eerste maandag van de maand online komt. En die kwam er ook, maar er kwam ook gelijk een stukje taart. Een stukje taart kwam er mee. Gelukkig hadden we de beta al uitgebreid getest en daarover geschreven, dus het artikel stond snel online. Ik heb jou gevraagd om 3 verschillende functies van Android 9.0 Pie toe te lichten. Claudia, voor het eerste stukje taart. Ja. Wat is de eerste functie die je wilt toelichten uit Android 9.0 Pie? Dat is Adaptive Battery, oftewel aanpasbaar batterijbeheer. Okay. Dat is een hele nieuwe, slimme functie in Android P of Android Pie. En die kijkt eigenlijk naar het verbruik, jouw dagelijks verbruik van apps. Dus gebruik jij heel vaak de Android World Reader of Instagram of Twitter, dan wordt daar door middel van machine learning naar gekeken. En de volgende dag wordt de accu dan beter ingezet gebaseerd op die apps. Dus het is eigenlijk een functie die nog bovenop de accubesparende mogelijkheden komt van het toestel zelf? Klopt. Hij kijkt puur naar het gebruik van, van de apps die je op je toestel hebt en daar wordt de accu op geoptimaliseerd. Oké, Klauw, voor het tweede stukje taart. Wat is de tweede functie die jij wilt toelichten over Android 9.0 Pie? Dat zijn de zogenaamde app actions. De app actions, wat moet ik me daar weer voorstellen? Nou, dat zijn de 2 meest gebruikte acties die je uitvoert op je toestel. En die vind je eigenlijk in de app drawer of de applicatielader in het Nederlands. En die zijn bovenin terug te vinden in Android Pie. In Android Pie. Maar wat heb ik daaraan, aan zo'n app action? Nou, als je bijvoorbeeld vaak je moeder belt of elke dag aan het hardlopen bent en een bepaalde route in Strava selecteert, dan kun je die daar terugvinden in je app drawer. En dan kun je ze makkelijk weer opnieuw gebruiken. Dus het gaat eigenlijk om tijdbesparing? Ja, het is gewoon een stukje gemak. Gemak, jongens. Meer gemak in Android Pie. Klauw, in deze appeltaart zit heel veel boter en dat is niet goed voor je. Nee. En dan weet ik toevallig dat het derde punt waar je over wil hebben, over Android Pie, gaat over digital well-being. Wat is dat? Ja, dat is eigenlijk digitaal welbevinden. Dat betekent het in het Nederlands. En Google wil eigenlijk dat wij een betere balans vinden in techniek en in ons leven. Oké, en hoe gaat Google dat dan doen in Android Pie? Ja, er is een app in Android Pie die heet Digital Wellbeing en die bevat meerdere functies die ervoor zorgen dat je wat minder gebruik maakt van je smartphone en wat meer focus hebt op je leven om je heen, zeg maar de kinderen die om je heen lopen, je vriend of je vriendin. Oké, dus hij gaat bijvoorbeeld meten hoe vaak ik hem ontgrendel en hoe vaak ik het scherm aan is, hoe vaak welke app open en gaat mama opwijzen van jongen vriend, doe eens even rustig, je hebt toch een ander leven. Ja. Je kunt zelf ingeven hoe lang je bijvoorbeeld een bepaalde app wilt gebruiken per dag. Ja, hebben wij dat nodig? Ja. Heb ik dat nodig? Ja, jij zeker. Oké. Nou Claudia, dat waren 3 grote stukken taart voor de 3 punten uit Android Pie, yes. Android 9.0 Pie. Wanneer is het beschikbaar? Sinds de lancering van Android P of Android Pie is het al beschikbaar voor de Pixel 1 en de Pixel 2 toestellen. De Essential Phone heeft hem ook al binnen, alleen dat toestel is hier niet verkrijgbaar. En daarbij zijn er nog een aantal toestellen die in de herfst Android P kunnen ontvangen. Oké, en welke zijn dat? Dat zijn de toestellen die hebben meegedaan aan het Android P beta-programma en de toestellen die aan het Android Enterprise-programma deelnemen. En hoe weet ik welke dat zijn? Dan check je de link onder deze video. Oké. Dus, en daarna begint zeg maar weer het lange wachten tot de HTC's en de Xiaomi's en dergelijke van deze wereld onze Android P of wel Pie uitbrengen. Ja, daar kan ik geen uitspraken over doen. Nee. Zullen we nou een lekker stukje taart gaan eten? Ja, goed plan.